De ontwikkeling naar zelfsturing in organisaties is volop aan de gang. Leidinggevenden worden uitgenodigd om ruimte te geven aan medewerkers, hun controle los te laten en hun regels los te laten. En de medewerkers die ruimte krijgen, worden uitgenodigd om eigenaarschap op te pakken, innovatieve ideeën aan te brengen, talenten in te zetten. Het is een ontwikkeling in de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers. En het proces van ontwikkeling is erg gelijkaardig aan hoe dat ouders met kinderen omgaan. Eerst hou je de controle en de structuur vast en dan ga je geleidelijk aan ruimte geven en je hoopt dat je kind zijn zelfsturing oppakt. Nu, in organisaties, als ik zo rondga, doen er zich 4 situaties voor. Het ideaal zou natuurlijk zijn, als ik eventjes dit uitzet in grafiekjes, in de tijd. En de intensiteit is de verticale als de intensiteit van de structuur en de controle. Een ideale situatie is, en ik ga de rode schrift nemen voor de leidinggevende die in ontwikkeling is, is dat de leidinggevende op een bepaald moment zegt, ik ga mijn structuur en controle loslaten en ik draag dat over aan de medewerkers. Ze geven met andere woorden van de ene dag op de andere dag ruimte. Dit gebeurt vaak met grote beslissingen, zoals het opzetten van zelfsturende teams. Ideaal natuurlijk is dat zo'n medewerker of zo'n team zegt van, oh, dankjewel, ik neem die ruimte en ik ben er bekwaam voor en wij organiseren onszelf. Dit is een situatie die je zou kunnen noemen overdracht. Het kan maar zo gemakkelijk zijn dat het loslaten en het opnemen gelijkertijd plaatsvindt en op een rustige manier verloopt. Dat is natuurlijk meestal niet het geval. Er doen zich in de praktijk andere situaties voor. En dat is dat de leidinggevende heel moeizaam zijn controle en structuur loslaat. Hij houdt eigenlijk alles vast. De medewerkers die klagen dan dat ze wel ruimte willen nemen, dat ze innovatieve ideeën hebben, maar dat ze die ruimte niet krijgen. Dat is de bottom-up. Dat is een klacht van heel veel medewerkers dat ze in een soort machtsconflict komen. En een machtsconflict wil zeggen dat die leidinggevende het zelf moeilijk heeft om de controle en de structuur, de regels los te laten en de medewerkers willen meer macht. Een andere situatie die zich ook voordoet, is dat de leidinggevende wel in staat is om los te laten, maar dat de medewerkers dat die ruimte niet nemen. Dit is dan vaak de klacht van leidinggevenden. Ze zeggen van, we geven ruimte en ze nemen het niet. En dit heeft dan veel te maken met motivatie. Want medewerkers zijn gewoon om te wachten in een soort passieve, reactieve houding om te zien wat hun leidinggevende zegt, wat verwacht wordt. En dit is de situatie van verwachtingsmanagement. Wat wordt er precies verwacht? En dat is voor sommige medewerkers erg onduidelijk, omdat zij niet weten, wordt er van ons nu verwacht dat we eigenaarschap opnemen en innovatieve ideeën aanbrengen, terwijl ze niet de psychologische houding hebben om dat echt ook graag te doen. Hier zitten we voor een stuk met een historische erfenis dat vaak medewerkers in een reactieve houding afwachtend zijn. En de psychologische vraag is, hoe activeer je terug het eigenaarschap bij mensen? Uiteraard niet alleen door je controle en regels los te laten. Het motiveren van eigenaarschap in dit geval heeft te maken met het coachende, het prikkelen van mensen, het bevragen, wat is de zinvolheid van arbeid voor jou? Wat kom je hier eigenlijk doen in deze situatie? Dit zijn 2 situaties die zich voordoen, die je hoort op de werkvloer en die eigenlijk een beetje pijnlijk zijn, die de ontwikkeling vasthouden. De realiteit is meestal dat de leidinggevende moeizaam zijn controle en regels loslaat, moeizaam en geleidelijk aan, in het ene geval wel, in het andere geval niet. En dat de medewerkers ook lerende zijn om die zelfsturing, die verantwoordelijkheid op te pakken. Dit is de reële situatie van ontwikkeling. Ontwikkeling gaat altijd met frictie. En de reden waarom ik zo graag dit filmpje maak, is omdat in deze situatie wij te leren hebben, er is een overgangssituatie, waarin dat frictie
verwarring, chaos, een heel normaal fenomeen is. De verwarring, de onzekerheid die ontstaat om niet te weten wat wordt er van mij verwacht, wat mag ik doen, wanneer zal ik afgestraft worden, waar heb ik nog controle te houden als leidinggevende, wat kan ik loslaten? Dit heeft Vygotsky benoemd als de zone van naaste ontwikkeling. Dat wil zeggen, in welke ruimte zal de ontwikkeling in gang schieten om die zelfsturing dan op te pakken. Waar ik eigenlijk mee wil besluiten is, het is een heel normale en zelfs noodzakelijke fase om in een fase van verwarring en frictie staande te blijven. Dit is de plek der moeite. En daar dialoog over voeren, via cases bespreken. Hey, wat gebeurt er hier precies? Neem ik te weinig ruimte? Neem ik te weinig initiatief? Of neem ik er te veel? Wat wordt er van mij verwacht? Wat wordt er niet van mij verwacht als leidinggevende of als medewerker? Daar dialoog over voeren, maar dat die periode van frictie iets draaglijker is. En wat natuurlijk veel gebeurt, is dat wij mensen, wij houden niet van verwarring en onzekerheid. En dat omdat we niet in die fase willen gaan, blijven we steken in onze controledrang of in onze beperkte opnemen van eigenaarschap. Het kunnen onder zelfsturing brengen van een periode van frictie en daar dialoog over voeren, is een noodzakelijk iets om aan ontwikkeling te doen. En dat is op dit moment volop aan de gang